Ja, we zijn er weer. Oké, nou, dan trappen we het maar af met de usual ding. Ik heb mijn tekst hier, alle data kloppen en zo. Dus we gaan het weer eens proberen een foutloos parcours te maken. Welkom Praattafelfans, alle streamers, trolls in onze Discord en onze podcastfans. Het is 11 november 2024 in het Anthropocene en dit is Praattafel 208. Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor goed gesprek. Met Istvan, Mario en uw favoriete Chris. Jazeker weten. Mijn naam is Istvan Lelossi. Ik bevind mij in Oud-Berchem, een aanhechtsel aan de prachtige koekenstad Antwerpen. En met af en toe een beetje zon, aan een hele periode met alleen maar grijze lucht, waar eigenlijk alleen filmmakers blij mee zijn. Want zo'n grijze lucht is ideaal om te filmen. Waarom leg ik je wel een andere keer uit. Maar in elk geval namens mij heel hartelijk welkom. En zoals vanouds ben ik er ook weer, Mario Reget, in het centrum van Rotterdam, in Nederland dus. En het zonnetje is weer gaan schijnen, dus het een beetje up en down met dat weer. Gisteren was het afschuwelijk, maar vandaag is het een prima dag, dus ik zou zo zeggen, laten we er een leuke show van maken. En uw favoriete Chris is er ook weer bij. Ik woon achter de hoek van Istvan en hier schijnt de zon wel, heel raar gezien. Het is 13 graden, dus het is een beetje fris, een beetje koud. Maar wij gaan het dit uur zeker een heel stuk warmer maken. En in Helau vanuit de buurt van Mainz, Minja is er ook bij. Als ik uit het raam kijk, de straat is nat. Het is grijs buiten en iets donker. Niet kijken, Minja. Gewoon niet kijken. Gewoon niet kijken, nee. Ik blijf naar voren kijken. Naar mijn microfoon. Ja, oké. Okay, en onze gast en we hebben ook nog een gast natuurlijk. Ja, de gast heet Rijn Wertlein. En die is oorspronkelijk uit Duitsland, maar al meer dan 40 jaar woonachtig in Mokum, oftewel Amsterdam. Goed zo, gaan we dadelijk uitgebreid over hebben. Hey, vandaag op tafel krijgen we een brokje nieuws, as usual. En we gaan even met Rijn kijken wat zijn ding is. Helemaal wat hij allemaal doet en uitspookt. Dus er zitten best wel boeiende dingen tussen. Daarna hebben we Pek en Veren, met onder andere stroom opwekken op een met stokoude straalmotoren. Dat dacht ik echt van, wat is dit nou toch? En Amerikaanse voetbalploeg onder vuur met een kooi door het stadion rijden enzovoort nog wat. En dan hebben we de quiz. En wat is het thema voor vandaag, onze Chris? Ja, heel leuk voor onze gasten, maar het is 11 november. Dat is officieel een feestdag. Het is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918. Ja. Oh, oké. Dus daar gaat de quiz over. Oké, dat wordt dan een hele interessante weer wel. En dan een gedichtje. Ja, Chris, Rijn is dat niet gelukt. Dus ik hoop dat jij nog iets uit je mouw kan schudden. Ik heb er eentje. En dat noemt Flander Fields. En dat is eigenlijk van een Amerikaan, dacht ik. Ik ben aan het scrollen in mijn tekst. Ik heb wel de vertaling ervan. Oké. En dat is dus ter herdenking van die Eerste Wereldoorlog nog altijd. Dus het is een serieus gedicht eigenlijk. Ja, over de klaproosjes die in bloei staan tussen de graven van de gesnubbelde soldaten op het Vlaamse land. Oh ja, zoiets. Een beetje drama. Oké. Ja, dat was geen fijne periode. En dan proberen we weer zoals altijd te besluiten met een brokje goed nieuws. En kijken hoeveel tijd er over is. Maar we hebben toch weer wat dingen gevonden. We gaan gewoon weer een keer proberen. Waar je toch enigszins vrolijk van kan worden. Zeker. Oh. Nee. Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek. Nou, die moeten we ook stoppen, dus heel goed. Nou, Rijn Wertlein, jij komt uit Amsterdam. Ik ken jou, wij kennen jou van de, als de originele luisteraars er nog bij zijn van een paar jaar geleden heb je regelmatig columns ingeleverd en die waren altijd zeer geëngageerd.
En je bent ook een duidelijk geëngageerd persoon. Hè? Je hebt iets met de arbeidersbeweging en de... Ja, het zijn de genen. Wat is dat? Oh, daar komt iemand binnen. Neerslag in Antwerpen. Over 25 minuten gaat het regenen. Oh, oké. Okay. Ja, die heb ik lekker niet gekregen. Oké. Okay. Nee, maar je bent daar heel mee. Je bent een boek aan het schrijven nu. Ja, ik ben nu een boek aan het schrijven. Daar ben ik al een heel eind mee opgeschoten. Die idee kwam een beetje in de coronatijd op. En ik dacht van ja, er zijn een heleboel dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat wil ik eigenlijk een beetje gaan overdragen aan de volgende generatie. Die een heleboel dingen natuurlijk niet hebben kunnen meemaken. En die het in zo'n compacte vorm misschien wel interessant vinden om op een gegeven moment te gaan lezen. En kan je iets daarvan, ja, een tipje? Ja, een tipje uit, over ja, van die sluier en zo. Even opzij. Ja. Nee, het is een beetje het idee van 500 jaar geleden is zeg maar in Europa de moderne tijd een beetje losgebroken. De tijd van Martin Luther bijvoorbeeld. Toen kwam het idee op van nou, de mens moet een... Ja. Ik denk, zodra men in de katholieke België Luther hoort, gaat de muziek beginnen. Nee, dat was, ik raakte iets aan wat ik niet had moeten aanraken. Ja, het is opgelost. Ja, nee, maar Luther die heeft dan zeg maar, gezegd, arbeid dat is roefungen, dat is het begin van een beroep. Hè. Je moet een beroep volgen, dat is zo opgelegd in je leven. En als je bakkerzoon bent, dan word je ook weer een bakker. En als je koopmanszoon bent, word je een koopman. Als je de zoon van een koning bent, word je weer een koning enzovoort. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk wel de hele ontwikkeling, hoe men tegen arbeid aangekeken heeft, natuurlijk behoorlijk beïnvloed. En via het Calvinisme, wat nu weer de muziek beginnen. Nee. Calvinisme, oké. Okay. Saaie muziek moet dat zijn. Heel saai, precies. Ja, heel sober en zo. Ja. Nee, precies. Nou ja, daardoor is het natuurlijk nog erg geworden. Het beroepsethos en het arbeidsethos enzovoort. Dat ons tot vandaag de dag natuurlijk achtervolgt. Ik vind het zo leuk om in België te zijn. Want hier is men een beetje Burgundisch. En hier is men meer aan het leven georiënteerd. Terwijl in het noorden van de Nederlanden, voormalige Nederlanden, is het natuurlijk nog altijd sober gereformeerd, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja, wij hebben ook een Bijbelbelt, maar beneden, zeg maar, maar in de Randstad is alleen maar feesten. Dus gelukkig is het wat minder. Dat is minder nu, ja, uiteraard, ja, precies. Ja, ja, ik ben daarin opgegroeid in de Woerden. Dat is zo'n zwarte kousen gemeente waar op zondag gewoon helemaal niks te doen is. Wij hebben daar ooit eens met mijn ouders en mijn echtgenoten rondgereden op zoek naar een restaurantje of zo. Op zondagmiddag haal je je grootouders uit. Maar dat heeft uren geduurd. Dat was niets. Ja. Nee, dat is in sommige van die dorpen nog steeds het geval. Oh ja. Als je in de Bijbelbeeld naar het noorden toe gaat, die dorpen en zo. Dus echt, je mag op die zondag... drie keer eruit, maar alleen maar lopend naar de kerk. Dat is nog steeds zo in sommige van die dorpen. En je mag ook geen auto gebruiken. Want oude Jan, die misschien niet meer kan lopen, die mag met de auto vervoerd worden. Maar als hij er niet is in de kerk, dan wordt ook meteen gevraagd, wat is met oude Jan? Is hij al zover? En, nou ja, dus het is echt een behoorlijke... religieus getinte gemeenschap. En we hebben natuurlijk dit ook geëxporteerd vanuit Nederland naar Amerika, hè? Om even de link met Amerika te leggen, hè? Ja, zeker. Dat waren ook letterlijk die mannen met die hele hoge zwarte hoeden op enzovoort. Jezus. Ja. En wat is nu de boodschap die je dan mee wil geven aan degenen die dat gaan lezen? En nou, dat je het heden niet kan begrijpen als je het verleden niet kent. Dat is de algehele boodschap altijd. Ah ja. Ja. Oké. En als je het heden niet weet... er weinig van geleerd wordt. Ja, dat is het probleem natuurlijk, nog steeds. Maar het heeft ook te maken met de scholen. In Nederland bijvoorbeeld kan je zeggen van nou, geschiedenislessen wil ik niet meer. Is mij te ingewikkeld. Ik wil liever Spaans leren. Nou, dan hoef je geen geschiedenislessen meer te volgen. Ja. Dus wij gaan het ook wel bevorderen.
Of wij, de overheid, of wie daarvoor verantwoordelijk geacht mag worden. Ja, oké. In Nederland nu ook zo'n beweging die de jeugd probeert aan het lezen te krijgen. Met allerlei manieren, omdat ze inderdaad ook niet meer lezen gewoon. Ja, dat klopt. Boeken, dus dat is triest. En vooral natuurlijk de BTW te verhogen nu. Dat is natuurlijk het ultieme middel om ze aan het lezen te krijgen. Cultuur, sport, het moet allemaal 21% worden. En dat was 9%. Ja. En een krant is ook niet meer betaalbaar, dus die lezen dan ook niet meer. Nee. En in het café lag was vroeger een leestafel. Nou, dat is bijna ook niet meer. En als je ergens wil lezen, iets uit het buitenland. Ja, je kan alles op internet natuurlijk. Maar een buitenlandse krant kan je bijvoorbeeld in Amsterdam niet meer kopen. Nee. Nou, en in Rotterdam, waar ik dan woon, hebben we wel de Biep. En in de Biep heb je ook echt leestafels en alle kranten. Precies. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. En dat vind ik wel prima eigenlijk. Ja, dat vind ik ook prima. Ja. Ja, en daarnaast ben je ook altijd actief geweest als gids. dat is een beetje uit voortgekomen. Ik ben. Ik heb allerlei beroepswensen gehad in mijn leven. Het begon heel vroeg natuurlijk. Ik wilde eigenlijk oorspronkelijk filmmaker worden. En ik heb mezelf toen aangemeld bij de New York University om daar film en theater te studeren. Was dat gelukt, had ik wel met allerlei nu beroemde figuren al toen contact gehad. Maar ja, het was niet gelukt. Toen ben ik de hele tijd als filmjournalist bezig geweest. Heb jarenlang alle festivals afgelopen en daarover verslag gedaan. Trouwens, in de tijd toen ook voor Belgische kranten, want ik had als bijvak al Nederlands gestudeerd. En toen had ik voor film- en televisiemaker geschreven over het Filmfestival van Berlijn. En dan had ik nog zo'n leuk bladje, dat heette De Andere Cinema. Bijvoorbeeld. En ik was heel bevriend geraakt dan ook met ons Robbe uit Antwerpen, Robbe de Hert. Oh, oké. Ja. Dus ik had altijd met de lage landen op die manier natuurlijk wel een behoorlijke link gehad. Oké. En mijn zoontje heet natuurlijk ook niet voor niks Joris. Naar Joris Ivens. Oké. Okay. Helemaal geïnspireerd door film en alles enzovoort. En dus nu dat boek. En je hebt ook wat gewerkt met video en documentaires. Ja. Over de Amerikaanse geschiedenis van de vakbonden. Ja, dat was wel heel interessant. Want ik was een beetje nadat ik me de journalistiek een beetje teruggetrokken had. En heb ik een beetje toerismewerk verzet om brood op de plank te krijgen. Dus heel ander. Maar dat blijf ik ook nog steeds leuk vinden. Ik ben nu met menu pensionado, maar dat werk wil ik nog blijven doen, zolang het mogelijk is. Maar daar kwam ik een beetje in een depressie terecht. En die depressie kwam ik eigenlijk eruit doordat ik een boek had gevonden dat door de uitgeverij EPO, jullie wel bekend hier vlak in de buurt. Ja, die ken ik wel, heb mij gewerkt. Ja. Prachtig. En die hebben een boek uitgebracht, een vertaling van de historicus Howard Zinn uit Amerika over de geschiedenis van het Amerikaanse volk. Nou, en dat heb ik verslonden, dat boek. En toen kwam ik erachter dat in Amerika toch een heleboel delen van de geschiedenis echt helemaal ondergesneeuwd zijn. En een aantal namen kwam ik wel tegen die ik qua naam wel kende, maar waar ik niet wist hoe ik die moest plaatsen. Bijvoorbeeld Joe Hill, de arbeidersleider. Er is nog een lied over gemaakt die bekend is geworden. En op het Woodstock Festival door John Bice ook gezongen werd. Okay. Dat was een beetje. Maar ik dacht van, hoe heeft dat alles met elkaar te maken? En daar heb ik mij dan in verdiept. En toen heb ik een documentaire gemaakt over de Amerikaanse arbeidersgeschiedenis aan het begin van de 20e eeuw. Met onder andere de Industrial Workers of the World, IWW. Een hele interessante half-anarchistische beweging. Hè. Zoiets had je eigenlijk alleen nog in Barcelona gehad, in Catalonië. Dus dat vond ik heel erg boeiend om me daarin te verdiepen. En daar is een documentaire uit voortgekomen. Oké. Okay. All right. Zijn er nog tussen ons mensen die iets willen vragen?
Algehele stilte. Het klinkt wel als een boeiende carrière die je hebt. Tenminste, het is wel een hele reis geweest dan voor jou. Het is een levenservaring. Ja. Ja, zo gaat het. Zo gaat het eigenlijk. Ja. Precies. Over levenservaring gesproken. Gisteren hoorde ik iets op het journaal hier in het nieuws. Dat wil ik even met jullie delen, want dat vond ik wel weer heerlijk. Dat kan eigenlijk alleen maar hier in België. En dat gaat ook over... Ja, luister maar even. Enkele Belgische militairen zijn in een hotel in Duitsland onderling op de vuist gegaan. De feiten gebeurden in de buurt van de Duitse stad Kassel, waar ze op hotel zaten voor een psychologische decompressie. De militairen, zo'n 100-tal, kwamen terug van een missie in Roemenië. De decompressie in Duitsland was bedoeld om onder begeleiding van psychologen stoom af te laten. Maar gisteravond liep het mis. Enkele soldaten hadden drank laten aanleveren en het kwam tot een vechtpartij. Een van hen raakte licht gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Ik denk dat de ideale manier is om stoom af te blazen, heb ik gezegd. Ja, en als je uit Roemenië komt, ja, zo gek is dat niet. Maar ja, dat heet klaarblijkelijk in het Belgisch een decompressieperiode. Ik ken dat wel van het duiken, maar ik heb het nog nooit zo gehoord eigenlijk. Ja, decompressieperiode. Ja, dat hebben goed, die arme soldaten dus nodig. Misschien is, ik weet niet hoe de toestand daar is in Roemenië, maar kennelijk is het zo intens dat je daar, als je een paar weken geweest bent, dat je niet zomaar terug in de samenleving kan, maar dat je inderdaad zo'n decompressieoefening moet. Nou ja, ik ken dat van Azië. Ik ben natuurlijk vaak geweest in Zuidoost-Azië en ik kan me herinneren in Thailand dan... waar ze heel beducht op zijn, is dat er regelmatig daar stoom afgeblazen wordt door Israëlische militairen die op vakantie gaan. Mm. Die komen natuurlijk uit een hele nare situatie en dat zijn niet de meest aangename toeristen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, zeker weten. Dus dat heb ik wel vaak gehoord eigenlijk toen daar. Maar ja, dat kan. Ja, en alweer een nieuw hoogtepunt in de kunstwereld. Want een robot, Aida, die heeft een schilderij gemaakt van Alan Turing. En dat is vervolgens nu voor 1 miljoen verkocht. Dat is, en als je dat ziet, die Aida, dan denk je van... nou ja, is dat het beste wat ze kunnen tegenwoordig... Ik vind dat ze een beetje op Delphine Lecomp... Ja. En ik denk, als je dat dan ziet, dan zit dat redelijk fout. Ja. Maar ja, het lijkt me meer... Is dat ding dan van papier-mâché gemaakt? Want zo ziet het er wel uit. Ja, ik denk dat ze daar... is ook van papier-mâché gemaakt, dus ja, dat kan wel kloppen. Ja. Ja, het is wel een... ik vind het niet denderend. Ik zou toch wel mijn bedenkingen hebben als ik daar zoveel geld voor zou betalen voor het schilderij. Maar goed. Ja, en als je dus ziet praten, dan is het ook alleen maar die mond die zo op en neer gaat. Heel houterig, heel popperig en zo. Okay, ja. Maar het kan ook allemaal een leugen zijn, want niemand heeft dat ding zien schilderen. Ze zeggen wel dat hij dat gemaakt heeft, maar... Ja. Het is blijkbaar een robot die van een kunstenaar wordt gemaakt in 2019. Die heeft een robotenarm en die kan daarmee wel schilderen. Mm. Als ik dat goed heb begrepen, heeft die in 2022 een nieuwe arm gekregen en kan dus nu nog veel beter schilderen. En zo loopt de prijs op dan. Ja. Ja, zo zie je maar weer. Ik vind het bizar eigenlijk. Ja. Tja. Ik denk het is een kunstobject. Mooi, ja, maar de kunst die ik zie, dat vind ik ook niet wereldschokkend, moet ik eerlijk zeggen. Nee, zeker niet. Ja. Nee, het is misschien een beetje schokkend dat het een miljoen euro oplevert. Want ik heb ook nog een Arduino liggen hier. En je kan zo'n arm kopen op Temu voor 50 euro. Ja. Dus laten we het ding maar aan het werk zetten. Ja, ik denk dat het in het algemeen een kunstproject is. Ja. Ja. Ja, je hebt tegenwoordig ook robots die auto's maken. En als je daarna kijkt, denk je van ja, geen wonder dat Volkswagen het niet meer zo goed doet. Ja, precies. Ach, dus
Ja, hier staat, AIDA werd vooraf niet geprogrammeerd om het schilderij te maken. De robot is door middel van AI in staat om gesprekken te voeren. En na een gesprek met haar ontwerpers hoe AI voor goede zaken kan worden ingesteld, stelden ze zelf voor om een portret te maken van Turing. Dus ja. Dan hebben we eigenlijk nog geluk gehad. Dat had veel ergere dingen kunnen doen dan schilderen. Ja, bijvoorbeeld die banaan, hè. Vorige week of zo hebben we het gehad over dat kunstwerk, dat heet Comedian. Dat is een banaan die met een tape aan de muur is geplakt. En dat is nu doorverkocht voor 2,3 miljoen. Ja, ik denk de kunst daaraan is, je moet het maar doen. Ja. Ja. Ja, en, dat is jongen, ja. Heel bijzonder. En dan op een gegeven moment... Op een gegeven moment was die banaan opgegeten door iemand en die werd dan aan zijn schouder gepakt. En hij zei, dit is ook een performance kunst wat ik doe en ik noem dit stuk Hungry. En wat heb je opgebracht? Ja, wereldroemd. Wereldberoemd of zo. En we blijven nog even bij de AI, want onderzoekers die hebben geprobeerd om AI door de straten van New York te laten navigeren. En dat ging gruwelijk mis. Ondanks de indrukwekkende prestaties van AI benadrukt deze studie dat ze geen echt begrip van de wereld hebben. Want ja, het enige wat ze kunnen is zo tekst aan elkaar breien, zeg maar. Hè. Maar je moet dat niet denken dat daar een soort van begrijpelijke intelligentie achter zit of zo. Helemaal niet. Dus. Nee, dat geeft al een beetje aan dat het deels werkt, maar dat er nog heel veel flaws zijn. Heel veel dingen die je niet... Kijk, we praten natuurlijk over generatieve AI, met andere woorden. Dat zijn AI-modellen die wel, hoe zeg je dat, die zelf dingen kunnen bedenken en doen. Het is maar ze hebben natuurlijk geen echt begrip van de wereld. Mm-hmm. En dat is het. Dus je kan prima routebeschrijvingen doen of spelletjes of maar het is gebaseerd op patronen en statistische voorspellingen. Ja, ja. En natuurlijk niet wat daaronder zit. Nee. Dus ja, helaas. Ja. Ja, die onderzoekers ontdekten dat het AI-model vrijwel perfecte routebeschrijvingen voor het rijden door New York kan geven zonder een kaart. Maar hoewel het model goed in staat was te navigeren, werd de prestatie enorm slecht toen ze enkele straten afsloten en omleidingen toevoegden. En dat zorgde ervoor dat alle navigatiemodellen faalden. En hij was verbaasd over hoe snel die dingen achteruit gingen als je op een gegeven moment na moet denken. Dus de nauwkeurigheid daalde van 100% naar amper 67. En daar heb je dan helemaal niks aan, hè? Het goede nieuws daarbij is dat ik volgend jaar nog niet werkloos ben. Zeker. Gelukkig maar dan. Ja. Ja. Nee, zeker, inderdaad. Maar ja, nogmaals, het heeft echt op bepaalde gebieden is het spectaculair wat je ermee kan. Ook bij sommige problemen waar je niet uitkomt enzovoorts. Maar inderdaad, die dingen waar je dus heel veel vaardigheden voor moet hebben en heel flexibel moet denken, wat je niet echt in een model kan douwen of in een met statistieken kan voorspellen of patronen, ja, dan werkt het niet. Nee. Dus het werkt heel goed om bijvoorbeeld soldaten te vervangen. Ja, nou, dat zie je nu al een beetje. Dat is best wel een griezelige ontwikkeling. Er zijn dus inmiddels al autonome gevechtsrobots. Precies. En dat zie je in Noord-Korea bij de grens. Dat is volledig geautomatiseerd. Ja. En dat zie je ook in Libië. Daar zijn de eerste hekwerken met autonome robots geïnstalleerd. En het griezelige is, dat is natuurlijk een eerste stap. Want je kan ook verder gaan en zeggen van, waarom zit er nog daadwerkelijk een mens in een tank? Kan dat niet vanuit een container met een joystick? Ja, ja. Ik heb gisteren toevallig gelezen. Ik heb gisteren toevallig gelezen dat het Russische leger de stad Cherson, die ze ooit in handen hebben gehad en die door Oekraïne weer bevrijd werd, dat ze die als oorlogsgebied verklaard hebben. En daar hebben ze nu dronen op afgestuurd die iedere beweging van passanten, bijvoorbeeld bij een bushalte enzovoort, registreren en erop afgaan. En die mensen die daar lopen dan te vermoorden. Ja,
Het zal niet lang duren. Over Rusland en Noord-Korea gesproken. Mm-hmm. Er zijn nu Noord-Koreaanse soldaten die vechten voor de Russen. Ja. En ze hebben een onderzoek gedaan van wat doen die gasten eigenlijk in hun vrije tijd op internet. Want dat hebben ze niet in Noord-Korea. Of oei. En dan blijkt dat ze allemaal naar porno zitten te kijken. Constant. Dat verbaast me niks. Dat verbaast me niks, want er was een tijd geleden een verhaal van zo'n stam in de Amazone. Die dus eigenlijk zo heel happy in de bush leefde en een beetje fraten wat van de boom. En toen kregen ze zo'n Starlink-setje van Elon Musk. En ineens hadden ze daar ook high-speed internet. En 80% van het verkeer was ook porno kijken. Ja, heel bizar. Maar ja, het is nou bizar. Niet bizar. Het is een onderdeel van het mens zijn. Ja. Ja, het gaat onder de huid, hè? Ja, absoluut. Maar nogmaals, met die autonome robots en zo, dat gaat wel griezelig worden. Want inderdaad, nu is er dus blijkbaar een drone die op alles schiet. Ja. Maar hoe lang duurt het eerder een drone van de tegenpartij die dat ook doet tegen die robots? En dan heb je dus een geautomatiseerde oorlog. Ja. Ik ben vrijdag was ik op het Podcast Festival. Dat is een groot gebeuren georganiseerd door de Standaard. Hè. Dat is hier een klassekrant in Oostende was dat. En dat is 2 dagen. Wij hebben dan de eerste gedaan. En onder andere ben ik op een sessie geweest, AI en podcasting. Dat is van A tot Z wordt er gezegd van ja, je kan AI gebruiken om je reclamespotjes te schrijven en om de jingles te maken. Vervolgens waren er mensen die graag willen internationaliseren. Dus je kan nu, als je een verhaal vertelt, en dit zijn dan meestal podcasts die over een 4 of 6 of 8 afleveringen over een bepaald thema gaan. Of misdaad, true crime is nu enorm populair. En dan kan je dus je stem laten klonen door één bepaalde dienst. En een andere dienst, dat is Descript, die maakt dus perfecte vertalingen of clouden. Nou, en dat kan je dan samenvoegen. En vervolgens heb je je podcast in perfect Engels, Frans, Turks of wat je maar wil. Wow. Dat helemaal met AI. En ook voor marketing. Ik maak toch al zo'n podcast dat geschreven wordt door AI over voeding. Ja. Oké. Okay. En dan wordt ingesproken met een Amerikaanse stem. Mm-hmm. Dat doe ik al een tijd. Dus maar je kan dus je eigen stem klonen in plaats van die Amerikaanse stem. Dat je je eigen stem kloont. Ja, Amerikaanse stem wel leuk. Dat gaat echt vorm aannemen. Want ik hoor om me heen inderdaad ook mensen die zeggen: bestaat die iets van wel? Ja. Dat weet je niet. Ik ben een echt mens. Niet te twijfelen aan mijn eerlijkheid. Ik eerlijk mens zijn. Oh, ik loop vast. Ik zie ineens een blauw scherm voor mijn oog. Gigantische rolontwikkeling in het studio. Yes. Het is wel een dingetje, want ja, je weet op een gegeven moment niet meer wat echt is en wat niet echt is. Nee. Dat gaat echt wel iets betekenen gewoon. Ja, omdat je het bijna niet meer kan onderscheiden. Ja, je moet dat nu overal op YouTube en Instagram en zo aanvinken als je iets met beeld of video doet, of dat daar enig AI content bij zit gegenereerd. Dat hoef je niet te doen, maar ze vragen dat. Er wordt nog gewerkt aan systemen om dat automatisch te laten ontdekken. Dus, dat is wel. Maar ja, de mensheid kennende zijn er ook schurken die dat weer weten te omzeilen. En dan, en dan kan er weer misbruik gemaakt gaan worden. Ja. Nou ja, precies. Want dat was ook op die conventie een groot probleem met ook auteursrechten. Hè? Dus als je iets, een tekst in elkaar zet en er komen stukken van andere schrijvers of uit andere kranten en zo. En dan kan je dus in de problemen raken. Want zoals New York Times, die hebben een. Maar aan de andere kant blijkt dat nu wel weer. Want nu zijn ze erachter van ja, we kunnen al die content die wij hebben van New York Times. En we kunnen dat licensen. Ja. Dus je mag het gebruiken voor AI. Altijd teksten van andere mensen.
Ik heb bijvoorbeeld in mijn podcast gaat het over kip Marengo. Dat is het favoriete gerecht van Napoleon na de strijd van Marengo. Maar ik was er toen niet. Dus dat is ooit eens geschreven door iemand. Ja. Dus of dat AI dat nu tegen mij vertelt of ik lees dat in een boek, het is toch altijd een tekst van iemand anders die je gebruikt? Nou ja, maar het kan zijn dat die teksten van Wikipedia zijn gehaald. Dan is er geen copyright. Maar als het dus gaat om stukken uit boeken van schrijvers, daar zit copyright op. En ook van kranten zoals New York Times. Okay. Dat is allemaal, valt onder copyright. Dat mag je niet zomaar gebruiken. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe dat is gegaan met toen Melania haar speech deed. Toen Trump voor het eerst werd gekozen. En want dat bleek dus ook voor de helft gejat. Ja, plagiaat. Ja, plagiaat is dan weer net iets anders. Nou, teksten van mij die op internet waren, die vond ik op een gegeven moment weer terug. Bij een Russische site bleek het namelijk te zijn, die dan dat integraal als soort cadeautje aan de wereldgemeenschap op internet hebben gezet. Hmm. Ja. Oh, wow. Dus ja. Probeer daar maar een copyright strijd van te maken. Dus wat je nu krijgt is hetzelfde als wat gebeurde toen de cd op de markt kwam. Eerst waren de platenmaatschappijen een beetje geschrokken van wat is dit nou? Hè? Want tot nu toe was het allemaal vinyl. Ja. Maar toen ineens dachten ze, hey, wacht, dit is een goudmijn. Want nu willen alle mensen de vorige content, de LP's van wat dan ook, op cd hebben. Dus ze konden het nog een keer tot inkomsten van maken. En dat gaan die kranten nu ook doen. Dus New York Times zegt, nou wil je onze databank gebruiken of plukken, dat mag, maar je moet ervoor betalen. Dus op die manier kunnen ze oude content die ze hebben gemaakt opnieuw monetiseren. Daar kunnen ze geld van maken. En die auteurs zijn lang dood. Ja, de copyright blijft tot 75 jaar na je overlijden gelden. Hè? Dus zeker bij een uitgeverij of zo. Ik denk ook dat die familie van de auteur van I'm Dreaming of a White Christmas, dat die hele familie daar tot 75 jaar na de dood ervan kan leven. Ja, en Happy Birthday, daar staat nog steeds copyright op. Oh, ja? Dat is van Disney. Wow. Dat is van Disney, Happy Birthday. Ja, die hebben dat overgenomen, want dat was van twee dames die dat gemaakt hebben in 1895 of zo. Maar dat is dan recentelijk overgenomen door Disney. Dus die hebben nu opeens weer 75 jaar rechten daarop en zo. Ja. Oké. Okay. Het is stil aan de overkant. Dat betekent dat we met pek en veren gaan smijten, jongens. Yes. De praattafel bezorgt pek en veren. Deze week voor... Ja, onze minister hier, die heeft iets heel vreemds gedaan. Want ja, ze zijn bang dat er stroomtekorten gaan komen. En nu wist ze niks beters te verzinnen door een systeem te activeren waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Ze hebben 8 oude straalmotoren. En dan echt, moet je echt aan DC-8 denken of zo. Echt die dingen die al lang eigenlijk afgeschreven hadden moeten worden. Die kunnen ze, turbojets, die kunnen ze dan in een soort geluiddichte bumper zetten. En die kunnen ze ineens aanzetten. En die dingen hebben een aftakkas waar je dan een dynamo aan kan hangen. En op die manier produceert dat dan. Dus ze zijn wel waanzinnig krachtig natuurlijk. Maar ze zijn stokoud. Enorm vervuilend en enorm veel herrie maken ze. En toch denken ze hier dat dat een goed idee is. Nou ja, het klinkt griezelig, want als ze al zo oud zijn, dan hoop ik wel dat ze goed vastzitten. Want anders neemt één de wijk, die knalt het gebouw uit en komt ergens in Antwerpen neer of zo. Dat zou kunnen, ja. Of in Berchem, in Oud-Berchem. Ja, dus, en het is inderdaad heel vervuilend dat natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen, het is voor een noodstroom. Ja, dit is het geluid wat ze maken. Is voor de deur opgenomen in Oud-Berchem. In een zogenaamd stille container. Okay. Maar het klinkt toch alsof zo'n vliegtuig wat opstaat te warm ergens in de dingen. Dus... Zouden ze niet beter al die ministers op een fiets zetten met een dynamo? Ja hoor, ja hoor.
Als je zeg maar Bart de Wever bezig ziet terwijl mijn telefoontje wordt opgeladen. Vol ouwe, hè? Vol ouwe, hè? Nou, dat zou leuk zijn, ja. Ja. Ja, motoren van straalvliegtuigen om stroom te maken, het lijkt een verrassend. Maar turbojets zijn eigenlijk bedoeld om stuwkracht te maken. En die zuigt lucht aan en door kerosine. Dus je kan je voorstellen, dat stinkt allemaal. Want vroeger op een luchthaven, dan kwam je in de buurt en dan kon je dat ruiken, die kerosine. Dat is een heel, heel speciale geur, is dat. En als je dat kan ruiken, dan krijg je het ook binnen natuurlijk, hè. Ja, heb ik iets gelezen van 4000 liter per uur of zo, wat die van. ja, en heel hard. Maar ja, waar ze hiervoor kiezen is omdat ze onmiddellijk zijn stroom kunnen leveren. Dus ja, je zet dat aan en binnen een minuut levert die stroom. Terwijl een klassieke centrale duurt dat veel langer enzovoort. Ja, die kan je niet met één af en aanzetten, ja. Nee. Nee, maar het schijnt dus tijdelijk te zijn totdat ze zeg maar weer de boel hebben opgelapt van bij die kernreactoren. Zoiets was het toch? Ja, of dat er genoeg andere energie is. Zitten met die kernuitstap overal, wat ze eigenlijk doen. Maar ja, en die SMR's, ja. Die kleine modulaire reactors, die beginnen te komen. Ja. Maar dan duurt het ook nog steeds 5 jaar of zo om ze te installeren. Het is dus niet zo dat je het neer kan zetten en volgende week dinsdag heb je stroom. Zo werkt het niet. Maar het gaat wel veel sneller dan een standaard kernreactor. Dat kan 20 jaar duren of zo. Ja, en een Amerikaanse voetbalploeg wist niks anders te verzinnen. Dat zijn ook namelijk de Louisiana State University Tigers. Om een tijger in een kooi, door een stadion heen te loodsen. Nadat ze iets gewonnen hadden of zo. Ik bedoel, afschuwelijk. Massaal gebrek aan verstand waarschijnlijk. Ja, maar ja, ik kan me ook wel herinneren dat in Las Vegas had je die goochelshow van, hoe heette die lui, met die witte tijger. Ja, dat ook eigenlijk Siegfried niet kunnen. En Roy. Ja, gelukkig is er eentje opgegeten door een tijger of zo. Hoe zat het ook alweer? Ja, niet helemaal, maar is. Ja. Oh, ja, helaas. Nou, oké. Okay. Hij kon nou uitkijken aan zwaaien of zo, ja. Ja, nee, maar ja, kijk, het gesol met dieren, dat is gelukkig aan het afnemen. Denk maar bijvoorbeeld aan Cirque du Soleil, dan heb je een circus gewoon zonder dieren. Ik denk dat ook weer. De laatste circus waar ik ooit ben geweest, dat was hier in Rotterdam tijdens de wintercircus. Toen werd ik door neefjes en nichtjes ben ik meegenomen. En het hoogtepunt was, ze hadden een neushoorn. En op een gegeven moment komt dat ding de arena binnen, zal ik maar zeggen. En links en rechts van die neushoorn liepen mannen die een enorme grote witte plaat ophielden, zodat die neushoorn alleen maar een wit vlak zag. En zo werd hij dus de arena, of hoe heet dat, de piste rondgeleid. Terwijl er op zijn rug, zeg maar, de circusdirecteur zat. Mm. En dan denk ik van, waar slaat dit op? Wat is dit? Slaat helemaal nergens op. Nee. Ik vind het belachelijk eigenlijk. Dus ik ben blij dat dat inderdaad minder wordt. Nee, ja, precies. Tegenwoordig gebruiken ze ook 3D-projecties voor dieren. Mm-hmm. Nou ja, daar heb ik veel minder moeite mee, natuurlijk. Ja. Alright, we gaan snel door naar het volgende, want de tijd vliegt vooruit, merk ik ineens. Dus we moeten nu de quiz gaan opentrekken. Welkom bij de quiz van onze favoriete Chris. Een half dozijn vragen, een trivia bad voor de rest van uw week. Wacht even, dit kwam geloof ik bij jullie niet binnen of zo. Wacht even hoor, dan moet ik even checken hoe dat zat. Het zou waarschijnlijk weer een knopje zijn. Ja, het is een nieuw knopje, want ja, we zijn nu ook bereikbaar op een WhatsApp. Een nieuw knopje zelfs. Ja, we zijn bereikbaar op WhatsApp. Even kijken hoor, of dat deze. Oeps, dat is dan weer ineens heel erg hard. Ja. Klopt. Ja. Dus het thema weten we van de quiz. We gaan hem aftrappen. Ik zou zeggen, er komt hier eerst een. Wat was dat ook alweer? Wat? Ja, wat was dat ook alweer? Heb je niet opgelet? Nee. Klaarblijkelijk heb ik moeite met het opslaan van dingen die een beetje. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo'n neveneffect van al die medicatie? Wel, het is 11 november, beste Mario.
En ja, we herdenken november. De Eerste Wereldoorlog. Oké, okay. Oh ja, dat was het. Ja. Ja. Oké. Okay. We zijn altijd op dat nieuw knopje aan het wachten van Istvan. Ja, dat is zo. Even testen, want even checken. Hoor je de tada? Ja. Ja, de tada wel. Ja. Ja, nee, maar dan de rest ook, want het komt van hetzelfde machientje. Dus we trappen hem snel af. We starten met vraag 1. Het is inderdaad... Beetje zachtjes. En direct afgestapt. Oké, vraag 1. Ja. Wat was een belangrijke reden dat Nederland neutraal bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog? Was het A, Nederland had geen strategische waarde voor het strijdend partij? B, Nederland kon niet kiezen tussen beide partijen? C, Nederland wilde de handel niet in gevaar brengen? Of D, Nederland had een sterk leger dat potentieel indringers afschrikte? Oké, nu hebben we 30 seconden. Dus wat was een belangrijke reden dat Nederland neutraal bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog? A, Nederland had geen strategische waarde voor de strijdende partijen. Hé, wacht, dat werkt iets niet. B, Nederland kon niet kiezen tussen beide kanten. C, Nederland wilde de handel niet in gevaar brengen. Of D, Nederland had een sterk leger dat potentiële indringers afschrikte. Wat mij sterk zou verwonderen. Ja, daar is vraag 1, is eindelijk verschenen. Dus een vertraging in het systeem, kennelijk iets. Het klokje is al afgelopen. Maar ja. Dus je kan nog, je hebt nog 20 seconden om te stemmen. Ja. Straks aan het eind horen we wie de winnaar is. En dan krijg je geen BMW of zo. Zo, nou, hoppakee. En hier is vraag 2. Ja, dan moet ik wel wachten tot die vraag is gedaan. 1 seconde en... Ja. Nee, 3 seconden nog, 2. 1. 4 seconden. Op. Oh. En dat was C. Wat was dat ook alweer? C. Nederland wilde de handel niet in gevaar brengen. De Nederlandse economie was sterk afhankelijk van handel. Vooral met Duitsland en Groot-Brittannië. Door neutraal te blijven, konden Nederland handel drijven met beide kanten en zo economische schade voorkomen. Ja, kijk eens aan. We hebben fijne mensen, die Hollanders toch. Hè? Nou, absoluut. Dan nu, snel door. En hier is vraag 2. Welke Belgische stad werd bijna volledig verwoest door Duitse bombardementen in de Eerste Wereldoorlog? Was het A, Antwerpen, B, Gent, C, Luik of D, Ieper? Ja. Dus welke Belgische stad werd bijna volledig verwoest door Duitse bombardementen in de Eerste Wereldoorlog? Was het A, Antwerpen, B, Gent, C, Luik of D, Ieper? Ja. Ja, wordt gekraakt en nagedacht enzovoort. Ja, wie de geschiedenis niet kent, kan de toekomst niet begrijpen. Alleen... Precies. Eens even kijken. Ja. En het was Ieper. Ieper werd het toneel van enkele van de zwaarste gevechten van de oorlog. Vooral bekend door de slag van Passendaal. De stad werd bijna volledig verwoest en de loopgravenoorlog in de omliggende velden symboliseerde nog steeds het intense leed van de oorlog. Halverwege vraag 3. Ja, nu past die spannende vraagstelling wel in deze thema, vind ik. Hoeveel Belgische soldaten vochten er naar schatting mee aan de geallieerde kant tijdens de Eerste Wereldoorlog? Waren dat er A, 50.000, B, 100.000, C, 200.000 of D, 350.000? Dus hoeveel Belgische soldaten vochten er mee? A, 50.000, B, 100.000... C, 200.000 of D, 350.000. Nou, dat is een schiftingsvraag, hè. Dus, was wel een gehaktmolen, dat wel. Tja. Ja. En we waren toen al bezit. Oké. Okay. Wachten we even op de robot. AI, ja. Ondanks de zware drukkende bezetting van de grootste deel van België door de Duitse troepen, mobiliseerde België ongeveer 200.000 soldaten. Dus C,
die vooral aan de IJzerlinie in West-Vlaanderen vochten. De Belgische troepen speelden een belangrijke rol in het behoud van dit gebied, waardoor de geallieerde krachten een strategische positie aan de westkant van België konden behouden. All right. En dan door naar vraag 4. Wat was de naam van de Nederlandse verdedigingslinie die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gemobiliseerd om een Duitse invasie af te schrikken? Was het A. de Hollandse Waterlinie, B. de IJssellinie, C. Grebbelinie of D. Peelraamstelling? Ja. Dus wat was de naam van de Nederlandse verdedigingslinie die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gemobiliseerd om een Duitse invasie af te schrikken? Was dat A. de Hollandse Waterlinie, B. de IJssellinie, C. de Grebbelinie of D. de Peelraamstelling? Ja, en we hebben een historicus als gast, hè, dus die moet dat gewoon winnen helemaal. Ja. Oké, we wachten weer op de uitslag. Jappendeboem. Oh. Het was de Hollandse Waterlinie. Oh, toch? In Nederland bracht de Hollandse Waterlinie in gereedheid als afschrikmiddel. Deze historische verdedigingslinie, waarbij laaggelegen gebieden onder water werd gezet, bood bescherming tegen mogelijke Duitse invasies. Nou, okay, kijk, ja, ik gokt op Grebben, want we kennen wel Nederland de Grebbenberg. En er worden iedere jaar herdenkingen gehouden. Ja. Ja, dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ik dacht dat die waterlinie echt iets was van tegen de Spanjaarden en zo. Maar goed, boeiend. Snel door. Ja. Bijna klaar. Vraag 5. Welke Nederlandse stad stond bekend als het centrum voor diplomatieke onderhandelingen en vluchtelingenopvang tijdens de Eerste Wereldoorlog? Is dat A. Rotterdam, B. Amsterdam, C. Den Haag of D. Utrecht? Ja. Ga er maar aan staan. Dus, welke Nederlandse stad stond bekend als centrum voor diplomatieke onderhandelingen en vluchtelingenopvang tijdens de Eerste Wereldoorlog? Was dat A. Rotterdam, A. Amsterdam, C. Den Haag of D. Utrecht? Ja. Da-da-da-da-da-da. Ploep. Ja, Den Haag, het Vredespaleis, hè? Den Haag werd een belangrijk centrum voor diplomatie en humanitaire hulpverlening tijdens de oorlog. Nederland ving honderdduizenden Belgische vluchtelingen op en Den Haag bood onderdak aan vele buitenlandse ambassades. Ja, het Vredespaleis en half bezopen figuren, dus dat klopt dan ook wel. Ja. Ja. En we zijn er met vraag 6. Yes. Wat was een van de grootste uitdagingen voor België na de Eerste Wereldoorlog? A. Herstellen van relaties met Duitsland. B. Reïntegratie van Vlaamse en Waalse gebieden. C. Economisch herstel en heropbouw van het land. Of D. Aansluiting bij de Volksbond. Dus wat was een van de grootste uitdagingen voor België na de Eerste Wereldoorlog? A. Herstellen van de relaties met Duitsland. B. Reïntegratie van Vlaamse en Waalse gebieden. C. Economisch herstel en heropbouw van het land. Of D. Aansluiting bij de Volksbond. Hoe? Ja, kan je helpen? A is nooit gelukt, nog steeds niet. Oh. Nou, en het antwoord komt eraan. Het was C, economisch herstel en heropbouw van het land. Ja. België had zware verwoestingen geleden, vooral in steden zoals Ieper. En gebieden aan het front. Veel infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en fabrieken, waren verwoest. Wat leidde tot ernstige economische problemen. Oké. Nou, heel goed. Nou, we gaan dan snel kijken wie het juist had. Zeker. Spannend. Dat is zeker spannend. Ja. Ik zit er in de robot heeft vandaag een beetje. Ah ja, ik ben gewonnen. Oh. Dank je wel. Ik had maar 5 juist.
Oh. En oké, zo Istvan en ik hadden de 4. Ja, en Minja. En ja, dat is eigenlijk Rijn. Daar staat Karin Schroeven, maar dat is een data die niet goed ingevoerd is. Maar dat was dus nee, Rijn. Die had de 3 goed. Ja, dat was 3 stuks van de 6. Maar ik kon met die techniek niet overweg. Met de techniek. Ah, oh, oké. Knopje drukken. Ah, okay. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, dan heb jij gewonnen. Ja. Ja. Dus, all right. Dat is een beetje Trumpiaans, vind ik zo. Ja, nee, de telling klopt niet. Nee, maar jij had er ook maar één fout. Terwijl, dat is toch ook wel heel bizar. Nee. Istvan, ik heb er 1 niet juist. Dat is totaal iets anders. Ik heb er ook 1 niet juist. En jij hebt notabene de antwoorden. Dus ja. Oké. Okay. All right. Dan maken we ons snel op voor het volgende deel. Want we moeten nu hollen, hè. We zitten maar aan een uurtje. Door. De praattafel brengt u gedichterbij. Ja, en vertel maar, Chris, jij gaat er weer eentje brengen vandaag. Oh, is het weer aan mij? Ja, zeker weten. Fijn, toch? Oké. Okay. Een van de bekendste gedichten over de Eerste Wereldoorlog is In Flanders Fields van een Canadese arts en soldaat John McCrayen. Dat later in het Nederlands vertaald werd. Ja. Dit gedicht, hoewel oorspronkelijk Engelstalig, kreeg grote bekendheid in Vlaanderen en Nederland vanwege de herkenbare emoties en symboliek van de oorlog. Alright. De tekst roept beelden op van klappen. Ja, we gaan gewoon het gedicht doen, want de tekst is langer dan het gedicht. Dus. Okay. En Mario, zoals steeds, gaat dat enorm mooi begeleiden op zijn vleugelpiano vanuit Rotterdam. In de velden van Vlaanderen, daar bloeien de klaprozen nog, tussen de kruisen, rij aan rij. Die onze plekken markeren en in de lucht vliegen de leeuweriken nog steeds dapper zingend, bijna niet gehoord te midden van het geweervuur beneden. Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden leefden we nog. Voelden we de ochtendtouw. Zagen de zonsondergang gloeien. Hielden van en werden geliefd. En nu liggen we in de velden van Vlaanderen. Neem onze strijd met de vijand over. Aan u groeien wij vanaf zwakke handen. De toorts. Zorg dat u haar hoog houdt. Als u breekt met ons die sterven, zullen we niet slapen. Hoewel de klaprozen groeien in de velden van Vlaanderen. Het volgende item voelt u zich beter. Hier is goed nieuws. Er komen hier ergens allerlei meldingen binnen, maar daar gaan we niks mee doen. Hey, we hebben nog maar 1 ruimte voor 1 stukje goed nieuws. En dat vond ik wel interessant. Want dat is geen goed nieuws. Gevelgroen beschermt erfgoed tegen weer en wind. Waar ik woon hadden we een hele grote muur waar ik op uitkijk van een nevenstaande woning. En die was tot en met vorig jaar compleet bedekt met wingerd. Want je hebt wingerd en klimop. Maar klimop is wat schadelijker, want dat vreet zich in de steen, maar wingert niet echt. En nu lees ik ineens dat het een hartstikke goed ding is, want vocht, neerslag, hittegolven en historische gebouwen verweren door blootstelling aan weer en wind. Klimplanten zoals klimop en wingerd kunnen ons erfgoed beschermen tegen slijtage. Zo werd ontdekt. Dan bouw je wel als een stekker dat die hele klimop bij jou naar beneden is gekomen. Ja, maar het is wonderbaarlijk, want het is met bijna 2/3 is alweer terug. Dat gaat om. Okay. Ja, en nu zijn alle bladeren eraf gevallen. Dat is dan wel de herfst, maar dat is ook weer niet erg, want
Die bladeren die liggen nu in de tuin. En dan gaan de meeste mensen gaan die bladeren allemaal opruimen en op. Terwijl ik heb gelezen, je moet ze juist laten liggen. Want dat wordt compost. Hè. Daar zitten de slakken en de beestjes. En die gaan dat allemaal verwerken tot... profieten, ja. Ja. Oh, ik moet jou weer even wat harder zetten. Tot wat? Ja. Saprofieten, dat zijn de organismen die zeg maar compost maken van stervend organisch materiaal, zal ik maar zeggen. Ja. Ik moet opeens aan iemand denken nu. Saprofieten, de barmhartige saprofieten. Oh, is dat uit de Bijbel of zo? De heilige compost, de producent, het klinkt zo wel zo, ja. Ja. Ja, naast de temperen van grote temperatuurschommelingen beschermt het gevelgroen een historisch gebouw ook tegen regen en luchtvervuiling. En dit effect is vooral merkbaar aan de gevels die het meeste regen... terwijl de westgevel nam gemiddeld tot 56% minder vocht op, terwijl de zuidgevel zelfs 82% minder en zo. Dus behalve dat het er mooi uitziet en lekker koel en het dempt ook een beetje geluid. Ik zou zeggen, iedereen gauw naar de Wingert. Je hoeft maar één zo'n takje. Wij hebben toen 3 takken in de tuin gestoken. En binnen 2 jaar was het hele... Dat is onwaarschijnlijk hoe dat groeit. Dus ik zou zeggen, kom een takje halen hier. En anders, we hebben takken genoeg. Je steekt die gewoon in de grond. Je hoeft er niks aan te doen. En het springt zomaar tevoorschijn uit de dingen. Hey, het uur is bijna gedaan. 3 minuten hebben we nog. En in de laatste minuten kijken we even vooruit. En ik vraag eerst onze gast Rijn hoe je komende week eruit gaat zien. Wat heb je nog voor plannen? Of, Ik ga morgen naar de tandarts. Daar is alles mee gezegd. Nou, dan hebben we je net op tijd hier in de show gehad. Hè? Dus nu je nog met je eigen tanden kan praten en zo. En, en wordt dat een zware ingreep of is het gewoon controle? Kiezen, trekken. Verstandskiezen. Verstandskiezen, ja. Daarna wordt het, kan ik ook niets meer vertellen. Dan heb ik geen verstand meer. Kijk, wat een timing hebben we gehad hier. En dan van de ene Duitse naar de andere Duitse. Minja, hoe ziet jouw week eruit? De andere Duitse die moet vandaag nog naar de arts een beetje bloed afgeven, maar het is niet erg. Veel sterkte. En in het vervolg is deze week, vrijdag, komt de... De schriftelijke... ik vergeet het examen. Woord. Examen. Het schriftelijke examen voor mijn opleiding met de vrachtwagenchauffeurs. En dan is het wachten tot mid december en dan komen de andere 2. Ja. En dan even een feestje natuurlijk als je geslaagd bent. Oh ja, zeker. Ja. En onze Chris? Ja. Ik ben altijd aan het schrijven aan mijn boek. Eigenlijk niet meer schrijven, maar ontwerpen. Want dat moet ook ontwerpen worden. Maar je zakt heel erg weg nu. En morgen heb ik school. En zo. Die toestanden, dagelijks leven. Hè. Mm-hmm. Ademen, eten, slapen. Zo, die dingen. Ah, ja. En tenslotte Mario, rondje Rotterdam. Ja, nou ik ga morgen ook naar de tandarts, maar gewoon voor controle. Oké. Okay. Ja, en de woensdag heb ik natuurlijk de podcast. En s'avonds heb ik een familie bijeenkomst. Dat doen we 1 keer in de maand, dat is altijd wel leuk. En de 14e, de donderdag, heb ik natuurlijk weer mijn biodag. En ik ga nu lekker even kijken hoe het is gesteld met mijn nieuwe airco. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Ja. Alright, en ik zelf heb ook een drukke week. We beginnen aan de opnames voor die L'Océan, een podcastserie over dat hotel aan de kust, dat in de Eerste Wereldoorlog een hospitaal werd en zo. Dus dat is wel spannend. En dan hebben we nog, ik heb nog een hoop onderzoek te verrichten naar aanleiding van van die conventie waar we geweest zijn. En aanstaande zaterdag ben ik in Brussel actief met Sergio Roberto Gratteri. Die organiseert daar een serie concerten onder het noemen Das Haus.
En ik ga daar eens een beetje kijken en een beetje stoeien met speakers en kabeltjes en knopjes, jazeker. Ja, nou en, dan hoop ik dat je dan wel je best doet. Jazeker, en dan natuurlijk woensdag nog heel snel de volgende praattafel wetenschap op woensdag. En dan gaat het over slaap. Dus als je nog vragen voor ons hebt over slaap en slapen en slaap krijgen, dan graag woensdag aan praattafel. Ik zou zeggen namens mij bedankt aan Lucy Rooms van Technica Del Arte, Serge Verstokt en Koffiekoek. Iedereen heel hartelijk bedankt. Zoek ons op YouTube te vinden, op Spotify te vinden, overal waar podcasts zijn en alles waar we het over hebben gehad kun je vinden op praattafel.be in onze show notes. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt en tot de volgende. Knopje. Ja. Tot de volgende. Oké, tot de volgende. Welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.